En dan zien we elkaar weer. Binnenkort gaan we weer even op de koffie. Ook weer. Gaan we even trainen, blijven fit. Het is een beetje met tranen in de ogen afscheid nemen. Vandaag, het doet me meer dan dat ik gedacht had. Speel je volgende hoofdklasse? Mooi, mooi. Wie weet. Zorg jij maar dat je een mooie club krijgt, jongen. Succes, jongen. Ik heb van je genoten. En ik wil iedereen bedanken voor zeker dit seizoen, moet ik eerlijk zeggen. Nou, goed zo. Mooi. Dank je. Een jolige sfeer bij het afscheid nemen. De realiteit eerder op de dag komt hard aan. De leasemaatschappij komt de auto's van een aantal spelers ophalen. En op zo'n dag de stille getuigen van wat ooit betaald voetbal was aan de lange leegte. En het ergste van alles, je moet er registreren als werkloos. Geen baan meer en geen idee wat er nu gaat gebeuren. Een laatste hart onder de riem van de curator. En dan gezamenlijk eten. Met de gedachten die door je hoofd spelen. Waar sta ik onder de lat volgend seizoen? En is er nog plek voor mij in het betaalde voetbal? 11 jaar lang opstomen over de rechterkant. En net nu het lekker gaat, houden we ermee op. In elk geval nooit meer de gang naar het trainingsveld. Misschien dat ooit het licht weer gaat schijnen aan de lange leegte. Het is jammer genoeg over, maar we moeten verder. Vindammers bedankt